moet even op vakantie al. Maar hij is dus kapot. Ik kan wel jammer. Popo! Nee, ze zag! Ik op mijn camera staan! Skin op! Oh my god! 3, 2, 1, 7. Ja! Ja! Cheers! Oh my god! Ik had mijn bus al. 1, 2, 3, fuck it. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Hoi allemaal, super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en we hebben vakantie. En vanaf nu gaat eigenlijk mijn vakantie echt in. Tenminste, ik had natuurlijk nog 2 dagen online school, want de scholen zijn weer eens dicht. We zijn in lockdown. Dus ja, eigenlijk voelde het al een beetje alsof ik vakantie had. Maar vanaf vandaag officieel echt vakantie. Wauw. Ik weet niet wat ik deze vakantie ga doen. We kunnen natuurlijk niet kerst vieren met de familie. Oud en nieuw, geen dikke feesten. Maar we moeten er maar wat van maken, weet je. Oh. Ik moet even op vakantie al. Mijn Calvin driver, zij de hele dag in loopt. Jongens, we liggen hier ook al. Oh jezus, hoe lang liggen we hier? Echt veel te lang. Ik heb bestellen, ik ga die 6 januari binnenkomt. Meiden, heeft nog helemaal niks voor kerst. Wat ze aan gaan doen. En het is ook niet voor oud en nieuw. Ze wilde net wat bestellen. Komt op 6 januari aan. En nu gaan we roastbeef eten. Wat we gisteren hadden gegeten. Het is wel koud. Ja, het is echt heel lekker. Mm. Oh ja jongens, naast dit allemaal, het is eigenlijk niet echt een weekvlog, maar het is een 2 weken weekvlog. Eigenlijk de 2 weken dat ik vakantie heb, dus dat jullie dat even weten. Goedemorgen jongens, het is vandaag woensdag. Ik heb eigenlijk ook geen idee waarom ik in mijn kamer zit. Mijn telefoon, die is dus kapot. Altijd al gezegd met de telefoon, maar ik heb nu wel even een iPhone 7, maar hij is dus kapot. En ik kan me jammeren. Ik heb een nieuwe besteld. En ik ben vandaag van plan om mijn kast te gaan uitruimen. Gewoon helemaal uitzoeken. Nou ja, ik ben dus mijn kamer aan het verbouwen. En gisteren zijn ze dus mijn bed en mijn kamer opkomen halen. Maar hier wordt nog een hele aparte video van gemaakt. Mijn kast is zoals je ziet echt een en al rotzooi. En ik kan hem amper dicht doen. Ik ben de hele dag bezig geweest. Met mijn kamer. Dat zien jullie allemaal in mijn kamer video. Ik ga nog een video maken waarin ik mijn hele kamer ga verbouwen. En ik ben eigenlijk nog nergens. Maar mijn bed is er in ieder geval uit. En ik heb vandaag mijn hele kast opgeruimd. En daar ben ik echt heel lang mee bezig geweest. Maar dit ga ik in ieder geval alles weer allemaal wegdoen. En ik heb het weer even een beetje netjes gemaakt. Goedemorgen dames en heren. Ik heb vannacht mijn nacht de bank spendeerd. Weet ik veel. Hoe zeg je dat? In ieder geval, ik heb op de bank geslapen vannacht. Waarom? Omdat ik dacht, nee, Jordi niet thuis liep. Maar toen kwam hij al naar huis. En ik dacht, ik blijf wel niet liggen, maar Jordi, want Jordi slaapt altijd best wel uit. En we moesten vroeg beginnen met filmen vandaag. En toen dacht ik, ja, bank is eigenlijk wel de enige optie. Dus ik heb echt best wel slecht geslapen. Deze nette blouse aan. En gewoon een spijkerbroek. Maar vandaag moeten we best wel veel filmen. Een shine video filmen met Maite. We hebben echt heel veel zin in. Dat gaan we straks eerst doen. Bro, ik heb nog nooit zo'n vroege video gemaakt. Bro, zo niet. Gelukkig hoef je dat ook niet altijd te doen. Maar goed, weet je. We moeten door. Even een blok er zo met je mee pakken. Nee, grapje. Let's go. Jezus, echt extreme ballen. Ik draag eigenlijk nooit een cup. Dus ik heb daar ook helemaal geen verstand van. Hier, daar kan ik zien. Weet ik veel, jongens. Hier ligt de pleuterband. Oh, hij is nog een beetje nat. Dat heb ik altijd van mij geleerd. Een beetje nat. Ik doe het gewoon een beetje. Ik doe niet heel veel hoor. Misschien is dat wel veel. Weet ik veel, ik doe het ook niet elke dag. Maar dan. En hoe het gaat uitbreiden ofzo. Nou, het ziet er alsnog niet echt best uit. Nou, dames en heren, we hebben net de shine video opgenomen. Je ziet daar nog een paar pakketjes. En het was echt best wel leuk. Ik ga toch wel een paar dingen houden. Dit, onder andere dit topje had Maite voor me uitgekozen. Nou, te gek topje. Ik ga mijn ketting even zo doen. Natuurlijk veel leuker. Maar, Maite gaat ook wel een aantal dingen houden. Ik ben nu met Maite. Hey.
Want madame moest natuurlijk nog een kerstcadeautje halen. Het is vanavond kerstavond. Ja. En mijn kerstcadeau is binnen en hij is niet normaal. Hey. En we hebben dus loodjes getrokken. En ik kan nu nog niet zeggen wie ik heb, want ja, Maite zit naast me. En normaal doen we met kerstavond natuurlijk met Maite de vrienden en Jordi's vrienden en zo. En dan gaan we allemaal gezellig eten. Mm. Maar dat is nu natuurlijk niet. Wees idioot. Cadeautjes liggen onder de boom. Die is voor mij, die is voor mij, die is voor mij. Wij gaan straks naar mijn tante. En dan gaan we eten met mijn opa en oma. Dus dat is wel super gezellig. Ik heb uiteindelijk dit jurkje aan van mijn journey. Gaan we dan jongens op het fietsie in de panty. Ik hoop dat hij het overleeft vanavond. En ik heb gewoon sneakertjes eronder. Kan echt niet eigenlijk, maar goed. Weet je, anders voel ik me al helemaal statuut. Op het fietsie natuurlijk, want mevrouw moet nog een paar wijntjes doen vanavond. Nee. Dat is het. Oma gaat niet meer aan de wijn. Oom, wat vind je ervan? Ik vind hem geweldig. Hij ziet er zo lekker uit. En dan dat fruit erbij. Ja, hè? Popo! Nee, ze zat! Ik op mijn camera zat! Nee! Mam! Nee, ze keren om! Mam, ze keren om! Ze keren om, jongens. Daar reed de politie. Hij rijdt nu weg. En we werden aangehouden. Maar oh my god, jongens, ik had dus geen licht. En ik zat op mijn telefoon. Nou ja, niet op mijn telefoon. Ik zat natuurlijk aan het volgen. En die schroom helemaal dood. Dit is nu de tafel. Nou, wow. Maite is nu, heeft nu de wraps gemaakt. Weten jullie nog met Sinterklaas dat Maite een cadeautje niet had ingepakt? Voordat we cadeautjes gingen doen. Het is weer zo'n moment. Ik heb een cadeautje. Ach, dat sowieso. Is het er al helemaal klaar voor? Ik heb dus Maite getrokken. Oh nee. Oh my god. Niet omhoog. Oh my god. Wat is het bij de Albert Heijn vandaag? Ik was stuk. Oké. Oké. Kijk hè. Oh, dit is trouwens wel leuk. Oh my god, dit is echt leuk. Ja, dit is best wel leuk. Zo, van Monica en Oh, dit vind ik best wel leuk, joh, hè? En dit is ook nog niks. Nou, dat is wel bro. Hij is met mijn Oh, daar zit ik ook goed. Waarvan? Daar zit ik goed. Dit is echt leuk. Ja, joh, dankjewel, lief. Ik heb... Zin aangekomen. Ik doe het, ja? Je doet het, oké. Oeh, spannend. Heel klein. Oorbellen of zo. Ik zeg niks. Oh my god! Goed kijken, zie je het ook? Een Nike! Ah, hij is goed, hè? Nike! Cool toch? Ja! Ja! Nou, ik heb daar mama. Mama had een heel verlanglijstje met. Fietshandschoenen en dat ging het allemaal, maar ik had geen tijd meer om te bestellen. Wat is dit? Wat is dit dan? Leuk! Ja, maar dit is gewoon even een inkomertje afgenomen. Badmuffins. Oh, badmuffins. Oké, okay, lekker. Woehoe, lekker luchtje. Oh, nou, dit is echt lekker hoor. Ja, lekker hoor. Ja, hè? Ja, zo. Ja, en dan denk je. Dan ben je er. Oh, lekker zeg. Top. Bang. Nou, dan blijft er nog maar één over, denk ik. Oh. Goed allemaal. Oh. Oh, wel leuk, ja. Ik ben nu aan de wachten op mij dan. Ik ben niet de jongen van de brengen. Komt er. Wow, ik loop mijn ketting aan. Maite heeft dus ook, ik heb een ring gekregen. En Maite heeft dus ook een ring. Maar hij is wat dik. En ik heb een ketting.
dachten, we blijven in ons joggingsbroek, maar we hadden toch maar eventjes iets aangedaan. Mama heeft een leuk kampvuurtje aangezet op de tv. En straks komen opa en oma en die komen bij ons eten. Maar ja, corona natuurlijk en er niet de hele familie in één keer. Ik heb dit jurkje aan en hij is dus van Maite geweest. Hij ziet echt stom op de camera, maar hij is wel mooi. Opa en oma hebben het goed gelegd. Nou, ik moet zeggen, het ziet er goed uit. Ging daar. Ja, ik ging lekker aan de kop. Dat sowieso. Ja. Kom even 1 op 10 doen. Nee. 1 op 10 dat je dat citrintje opeet. 1 op 10 dat je dit citrintje opeet. Wat is 1 op 10? Moet je een getal zeggen als het hetzelfde is, dan moet je het doen. Oké, 3, 2, 1, 7. Ja! Nee, jij praat maar gewoon na. Nee, ik zeg. Nog een keer dan. Ik had echt 7. 3, 2, 1, 7. Nou, oké. 3, 2, 1, 6. Nou, nee, maar je mag het al, je moet het al. In één keer. Dan moet je ook drukken op je. Nee, helemaal. Je moet toch gewoon één keer eten. Ah. Easy, easy, per misschien. Okay. Easy, per. Ah. Als je zegt, je zegt proost. Oh. Cheers. Gezond, hè? Nee. Ja, helemaal. De time's up. Hey, goed. Ja, ik zie heel moeilijk zien. Gewoon vrouwen. Je zingt toch niet zo moeilijk? Ja. Dat zijn er twee meneer. Ja, maar ja, dat is weer over een nee vrouwen dat die moeilijk zo. En nou heb je erover gewoon vrouwen. Ja, wat is het? Nee. Oké, niet Facebook, maar waar wij elke dag... Twitter, Instagram. Ja, oké. Okay. Welke was die show? Nieuw Armstrong is. Oh, hij snapt er weer helemaal niks van. Nieuw Armstrong is een goede zangerman. Is het een normaal Nieuw Armstrong? Wat is dit, Nieuw Armstrong? Oh, Nieuw Armstrong. In dat liedje, van wat zou je doen? Dan zeggen ze toch ook oorlog in Bosnië. In Bosnië. En dan met andere. Wacht dan, ja. Wat zijn dan? Bosnië, ja. Afghanistan. We gaan sporten met de dames. Ik ben hier helemaal niet klaar voor en ik ben hier ook zeker niet voor gemaakt. Okay, maar... Zitten de sportmuziek op? Nee. Oh, wat erg. Ik dacht dat we... gingen. Nou, je moet gewoon de hele tijd liggen. Ja, nou ja, ik laat ik nog een staafje voor. Okay. Zijn we er klaar voor? Ik heb dit shirt aan uit de slijmvideo. Willen jullie mijn nieuwe slijmvideo zien? Nee, uit de nieuwe shine video die we van de week hebben opgenomen. Fien is zojuist geopereerd. Echt zo? Met haar thee. Gewoon lekker. Oh my god, hier. Zullen we FIFA? Hoef. Hoezo niet? Maar dan? Oké. Ik kan wel zeggen, ik bedoel... Is dat zo super zwaar? Ja, dat is heel... Doe de deur achter je reet dicht. De kerk geboren. Nee, vind ik dat zo stom als mensen wat zeggen. Begint te trillen. We hebben het opgehaald en dat was 4 personen, maar we zijn met z'n drieën. 8500. Het is mijn dag vandaag. Geef me... Oh nee! Oh, ze hebben ook nog een toetje. Even kijken, wat is dit? Carpaccio. Dit. Garnaaltjes. Geitenkaasje, meid. Sperrips. Nou, dat kun je sowieso inzeggen. Ziet er goed uit. Spelletjes af met de meiden. Dat zou ik wel zeggen. Hier had ik even niet op te rekenen. Hier had ik even niet op gerekend. Potverdorie. Ik laat me niet zomaar uit het geld slaan. Vien? Come on! Nee, wij gaan sowieso winnen. Ik weet niet van jou. Oké, wie de hoogschooit mag beginnen. Ja. Goedemorgen jongens. Het is vandaag... Zo, welke dag is het? Mam. Maandag. Maandag. En ik heb een jurkje binnen. En omdat Maite allemaal jurkjes en zo ging bestellen. Met de feestkleren. En toen had ze dit jurkje. En toen zei ik, nou, bestel ook maar in mijn maat. Maar hij is weer wel leuk. Dus dat. Daarom sta ik nu om 11:30 in een jurkje. Vandaag is een grote dag. Want ik en mama gaan... Mijn kamer schilderen.
En ik ga over mijn kamer verbouwen een hele video maken. Dus dat gaan jullie allemaal in mijn video's zien. Maar mijn bed is er, zoals ik al had gezegd in deze vlog natuurlijk, al uit. Dus nu kunnen we gaan schilderen. Ik heb twee broodjes en een rooster gedaan. En ik heb hier mijn avocado en die ga ik nu snijden. Nee, hij is echt super, super kut. Gadverdamme. Kijk. Dit is hartstikke beter. Oh my God, mijn camera is echt super koud. De meid is ook thuis. Yo, jezus, dat is het vuil bij jou. Wel. Ja. Oh, mijn kamer. Ik ga het nog niet laten zien, want jullie zien het dan gewoon in mijn kamer makeover die. Oh, nu zien jullie het alsnog. Maar het is echt, echt mooi. Het is echt mooi. Mijn bed komt vandaag. En mijn nieuwe telefoon komt vandaag. Hell yes, ik wacht er al zo lang op. Ik ga openmaken, ik vind het zo'n fijn gevoel altijd. Ik ga een stuk Fien staat voor mijn deur. Fien! Ik doe ook open. Oké, okay, kijk jongens. Ik ga dit er ook wat halen. Ik ben zo wakker om van de taart te vallen. Oh my god! Ja, ik heb gefietst. Moet een beetje pijn blijven. Ik ga stuk! Oh, lekker. Ook even een nieuwe oplader. Hallo. Hallo. Oké, ik ga hem in de oplader nu. We gaan mijn bed ophalen. Echt? Nee. Fatou. En ik ben super blij. En dan heb ik... Senna, je gordel. Een nieuwe bed. En dan kan ik lekker in mijn eigen kamer slapen. Yes. In plaats van de hele week bij mama. Ik vond het super gezellig, man. Maar ik ben ook wel klaar mee. Yes. Fataal moment is dit. Oh, die spullen hierachter, jongens. Super. Hou jij hem daar vast? Hou ik hem hier vast. Want ik denk niet dat hij dicht kan. Oh, ik zag de politie rijden. Nee, hè? Ah, meid. Meid. Ik werd wel een beetje gekikt. Geen politie in de buurt? I hope. Ben je goed bezig? Ja. Meid. Ja, oh, 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 oh. Zijn. Oeh, kijk uit, anders gaat hij in je face. Oh, doe het. Oh, 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 oh. Oké, jongens. We gaan slapen. Voor het allereerst in mijn nieuwe bed. Ja. No, I hope I don't fall. Heb je lekker geslapen? Ik heb super lekker geslapen. Ja. We raden nooit wat hier gebeurt. Maar Fien kan toch in Oostma. Nee, je zegt het fout. Is croissantjes aan het maken. Oh ja, en mijn nieuwe telefoon dus. Ik heb dus gewoon eigenlijk dezelfde, maar dan zwart. En dat bevalt goed. Nou, jongens. Oh, goed. Nou, Ima is er. En we liggen eigenlijk weer in bed. En ik heb dus een pakketje binnengeklomen. Mijn pakketje is binnengeklomen. Ja, dat was ik zo. Ik heb dit pakketje binnen van Elin en Naomi. Kijk, dit is het logo. Wacht, dit is mijn adres. En hun vroegen mij dus of ik wat wilde uitkiezen van een sporttank. Zo leuk, ik was altijd zo fan van die Naomi. Ah, oh, het is super leuk. Trui uitgekozen. Lekker chilltje aan trui. Dan dit shirtje had ik gedaan. Nou, dit is dus echt gewoon een sportshirtje. Hartstikke leuk. En dan die bijpassende legging erbij. Het is legging, maar ik zeg altijd legging. Dat is echt... Iedereen mag me ervoor uit, maar oké. Okay. Like crunchy. Auw. Nou jongens, kennen jullie nog de video? Kerstkaraoke met de onesie. Mama leeft er elke dag in. Ze hebben hem zeker niet weggegooid.